Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je met je Q-Time zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet met je levenspartner, met je lover, naar een couples getaway gaan? En all inclusive, hè? Dat kan. En vandaag is Gerlin Braam van Happiness Wedding and Event Planning bij ons in de studio. En ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Heb ik je naam goed uitgesproken? Helemaal goed. Okay. Even bijna paar dacht ik het gaat mis. Nee, hoe gaat het met je Gerlin? Prima. Mooi. Met jou ook? Ja. Ik kan niet naar die getaway, maar... voor de rest gaat het wel prima, hoor. Er zullen andere momenten komen. Ja, nee. Dus we gaan gewoon op de koppels dit keer. Vertel, wie is Gerlin? Wat is happiness, wedding en event planning? En dan gaan we naar het event. Gerlin is een bezige bij. Mm-hmm. Ik hou me met van alles en nog wat bezig. Ik heb recentelijk een... baan opgezegd die om me fulltime hierop te vestigen. Mm-hmm. En ik focus me dus nu meer op mijn wedding en event planning. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan naar happiness wedding en event planning. Mm-hmm. Jullie houden jullie echt alleen bezig met westerse huwelijken en evenementen of any wedding, any event kunnen jullie aanpakken? Any wedding, any event. Okay. Maakt niet uit wat je wil. En je moet maar aangeven waar het om gaat. En dan zorgen wij ervoor dat het geregeld wordt. Oké, kort en bondig. Het gaat helemaal lukken. Happiness is wat je gaat hebben wanneer we jullie in dienst nemen. Wij ontzorgen je van de hassle voor het maken van de afspraken. Weet je, het geheel rondom het event of het huwelijk. Oké. Okay. Mm-hmm. Wanneer, je zegt, je hebt je baan opgezet, dat wil zeggen, je hebt gezegd, oké, ik ga voor mijn passie, ik ga voor wat ik doe, wat ik leuk vind. En dit is nu gestart. Mensen kunnen jullie inhuren en toen dacht je, zat een dagje thuis, en je dacht, nou, niet alleen dit wil ik doen, ik moet nu ook gewoon iets organiseren, want ik wil dat de koppels, wacht even, je wil die koppels motiveren om dichter bij elkaar te komen, om sneller te gaan trouwen. Dat ook. Nee, kijk. Die couples getaway is voor koppels die reeds getrouwd zijn, maar ook koppels die in de fase zijn richting het huwelijk. Omdat het een moment is waarbij je bij elkaar komt. Je hebt echt een weekend met elkaar en je gaat ook echt met elkaar bezig zijn. Het is niet gewoon dat je gaat, je checkt in en je checkt weer uit op de zondag en that's it. We hebben een vol programma waar we mee bezig zullen. Waar we met je bezig zullen zijn. Oké. Okay. Je zegt mensen die op weg zijn om te trouwen. Mensen die reeds getrouwd zijn. Maar stel, ik heb the love of my life gevonden. En ik we hebben samen besloten dat we niet gaan trouwen. Maar we gaan wel zijn tot until the wheels fall off. No problem. Nou, want tegenwoordig. Ja, tuurlijk. Want niet iedereen stapt in het huwelijk. Mm-hmm. Toch? Je hebt mensen die al... toch jaren een levenspartner hebben, maar ze zijn niet getrouwd. Mm-mm. Het is ook voor hun. Oké. Okay. Mm-hmm. En stel, we zijn al 5 jaar samen, maar we zijn vanaf we 14 zijn met elkaar. Ben ik al volwassen? Nog niet. Maar ik heb dat geld. Mag ik dan komen? Stel, ik ben nu 19. We zijn 19 en we zijn al 5 jaar samen. Stel, mooi wat. En we willen een getaway. 19 ben je nog net op de grens. Dus dan mag het toch mag nog wel. Ja. Oké, mm-hmm. Prima. Want in principe mag je vanaf je 18e in het huwelijk treden. Mm-hmm. Weliswaar met toestemming van je ouders, maar... Dus dat kan nog. Oké, dan kan het wel. Dus eigenlijk, oké, we houden met die regels rekening. Ja. Er wordt een heel weekend voor de lovers gepland. Mm-hmm. Een weekend vol met activiteiten. Ja. Zou je ons misschien een sneak peek kunnen geven van... Oké, als jullie komen, kunnen jullie dit en dit verwachten? Er is lekker eten. Mm. Er is lekkere muziek. Check. Mm-hmm. We gaan je bezighouden. Onder andere ook met, ik zei al, opdrachten. Maar meer in de vorm van games. Weet je, om het een beetje op een leuke manier... bepaalde dingen onder de aandacht te brengen. Oké. Okay.
De rest vertel ik niet. Oké, okay, niet duidelijk. Nee, ik heb het begrepen. Ik stel die vragen meer daarover. Duidelijk. Wanneer is het precies? Waar is het? En hoeveel kost het natuurlijk? Maar het is niet gratis. Nee, het is van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september. Je checkt in vrijdag 6 september om 3:00 en zondag 8 september om 2:00 check je weer uit. En de kosten zijn 9.950 SRD per koppel. Duidelijk. En de locatie is Residence in Paramaribo aan de Anton Drachtenweg. Ja, nee. Dat vergat ik erbij te melden. niet erg. Helemaal duidelijk. Is er een deadline? Hoe ja, moet ik voor het registreren. Als je gaat naar de webpage, de FB-page van Happiness Wedding and Event Planning, dan kan je via ons event kan je registreren. Maar dat kan ook via ons WhatsApp-nummer 8247000. En als je hebt geregistreerd, dan krijg je dan de overige informatie. Oké. Okay. En volgens mij, misschien heb ik het gemist, maar tot wanneer kan ik me registreren? Registratie is tot en met vrijdag 30 augustus. Oké, okay, nee. Klinkt het helemaal goed. Ja. Er zijn niet veel evenementen voor koppels. Mm-hmm. En als, ik haal het net ook aan, het is altijd mooi, vooral de branche waarin je zit, om uiteindelijk een paar van deze mensen te assisteren met hun huwelijksplannen. Maar na het evenement, is dit de start van een reeks aan evenementen voor koppels? Dat is de bedoeling. Mm-hmm. En het ligt ook in de bedoeling om voor kinderen wat te doen. Mm-hmm. Omdat je ook merkt dat er voor kinderen ook niet veel activiteiten zijn. Kijk, nu in de vakantie zie je dus wel dat er af en toe iets is. Maar door het jaar heen heb je niet echt activiteiten. Dus daar willen we ook op gaan inspelen. Oké, okay. Spannend. Ja, ja. Maar terug naar de lovers nu. Want in september gaan alle lovers naar Residence Inn. Ja, ja. En jullie gaan op tijd registreren. En jullie gaan ze entertainen. Helemaal. Kellen, het is een kort en krachtig interview. Maar je hebt me alles kunnen vertellen wat nodig is om de mensen te motiveren om te registreren. Want het wordt een spannend weekend voor hun allemaal. Ja, het wordt zeker een spannend weekend. Mm-hmm. Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat je heel veel geniet, dat het een volle bak wordt. En dat je me kan vertellen hoeveel huwelijken je daarna hebt mogen plannen. Dus dat. Ja, helemaal. Nou, bedankt voor het komen. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Thank you. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Galen Braam bij ons in de studio. En zij is de owner en oprichter van Happiness Wedding and Event Planning. En zij organiseren de Couples Getaway. Dit wordt georganiseerd in een Residence Inn. En ze gaan van 6 tot 8 september naar Residence Inn, een all-inclusive trip. Dus als jij nu thuis zit met je lover, je bent al getrouwd, je hebt een long-term vriendin, of jij zit daar en denkt van, hey, dit is gewoon de tijd dat ik even met mijn person ertussenuit wil, nou, dan is dit evenement helemaal voor jou. Je betaalt maar 9.950 SRD en alles wordt verder geregeld. Je app naar dit nummer dat nu in beeld komt en daar worden alle instructies verder gegeven, want Galen zegt, ze gaat niet alles nu vertellen. Je moet gewoon registreren met je lover. En je gaat gewoon een prachtig weekend tegemoet. Ik zou zeggen, wacht niet langer. Go get a little bit quality time. Ze hebben leuke activiteiten. Er gaat lekker eten zijn. Het is een mooie ambiance. En they'll take it from there. You deserve it. En gewoon doen. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.